dames en heren. Dit is de burgervader Boddens Hoedzang, die toentertijd de burgervader was van de gemeente Doetinchem en natuurlijk ook van Gaanderen. Het beeld wat u nu ziet, dat is de Sint-Martinuskerk en de oude woning nog van de firma Wissing. En hier hebt u pastoor Pelgrim, die toen net zo ongeveer 1,5 jaar zijn pastoraat begon in Gaanderen. Met zijn medewerker, kaplaan Veenhuis, toentertijd. Hier ziet u dus de gidsen van Gaanderen, nog achter de Sint-Martinusschool, bij die oude nissenhutten die toentertijd gebouwd werden onder de idealisme van kaplaan Veenhuis. Vele bekende gezichten zult u tegenkomen. U ziet hier een dochter van Raben. Juffrouw Schoonhoven. U ziet het wel, het was toen de tijd een bloeiende jeugdbeweging in Gaanderen. Zowel van gidsen als van... Hier ziet u de welpjes. Met als leidster mejuffrouw Thuus, Riek Thuus. En als u goed kijkt, veel van de jonge gezichten zult u nu toch terug herkennen, nu ze wat ouder geworden zijn. Daar hebt u Marietje van de Pastoor, zo men dat in Gaanderen altijd zei. Dat is dan Riek Thuis. Ja, Riek die lachte wat af. Dan hebt u Jan Ernst nog, de tegenwoordige architect. Dan wordt er wat afgegeten, zoals u ziet. Dan hebt u Erik Hendriksen nog eens. Ja, Erik, hap maar. Proost. Daar werd op zo'n kamp nogal heel wat afgegeten, zoals u ziet. Ze leerden ook afwassen. Daar zal dus tegenwoordig menige man of menige vrouw nog plezier van hebben. Oh, oh, een klein ongelukje gebeurt. Hij blijft er nogal vrolijk bij, ziet u wel. Help mee. Daar hebt u Jan Liebrand nog, toenmalige hoofdhopman van de verkenners. Theo Holtes, de tegenwoordige rijwielhandelaar.
daar is de plaats waar pas een dienst werd gehouden. Guus Lutters. Opgesteld. De leiders komen aangelopen en de dag wordt geopend. De vlag wordt uitgehangen. Dan ziet u nog de heer Ketelaar, toentertijd de burgerwethouder van de gemeente Doetinchem. En een hele tijd loco-burgemeester geweest te zijn, als ware waarnemend burgemeester van de gemeente Doetinchem. Hier ziet u hem voor zijn woning met zijn echtgenote en 3 van zijn kinderen. Daar komt er nog een bij. Daar hebt u VPG in die jaren. Dan ziet u de gebroeders Arends meespelen nog. De tribune. Hier zijn we nu op de Rijksweg in Gaanderen. Daar ziet u de oude Beumer nog eens, die toentertijd de omroeper was in de Gaanderen. Ja. Daar heb je de familie Kattenbelt. En daar heb je moeder Bleekma nog met haar dochter. Vlieger opgelaten. Zie, hij komt net naar beneden. En zijn we aangeland in de Lange Huitingstraat. Daar ziet u de oude woning nog. Daar hebben u dus het hervormde kerkje in Gaanderen. En daar de oude ABTB. Dat zijn nog de zogenaamde Gaanderse bulten. Echt een mooi stukje natuur nog van Gaanderen. De familie Bel. En de familie Siebeling. En dan zitten we aan de Van Damstraat. Moeder Leuvering. Dat is nog de oude Bloemenweg. En dat is mevrouw Stevens Megens. Het bloemenmagazijn Bleekman. Waar die moeder Bleekman nog ziet in haar bloemenkast, altijd bezig. Zoals het nu nog is. En dadelijk zult u zien dat moeder Bleekman nog even naar haar echtgenoot toe loopt, die in het tuintje aan het schoffelen is.
post zojuist gebracht. Juffrouw Sessing. En daar hebben we onze oude boemeltreintje nog. U allen nog wel bekend. U ziet het nog bij de onbewaakte overweg. Dan hebt u dus de firma Eet Thuis toen de tijd. Toen altijd nog de levering van butagas. Een bedrijf die nu is uitgegroeid. U ziet de wagens af en aan gaan. Ziet u wel? Etus, Butagas, Gaanderen. Buta werd geleverd in de regio hier, zo van Gaanderen. Hier zijn we nu op het schoolplein van de openbare school, de oude openbare school aan de Kerkstraat. Dokter, toen de tijd, de echtgenoot van het hoofd van de openbare school, toen de tijd. En dit is de kleuterschool, de Fatima kleuterschool in Gaanderen-Noord. Allemaal bekende gezichtjes. Daar heb je nog mevrouw Berendse Schoenhaker. Van Nardi. En kijk eens aan, de toekomstige trommelslager van de harmonie. Mevrouw Taken zit er nog bij. Daar heeft de pastoor Pellegrim nog eens weer op zijn oude motor. U ziet wel, een aantal kinderen in Gaanderen was toen de tijd enorm.
Daar ziet u het begin van de tafeltennissen in Gaanderen. Heel provisorisch begonnen zo. Daar heb u de eerste winkel van de firma Brugman. Jacob Brugman toen de tijd. U ziet wel, dames en heren, de prijskaartjes, die liggen er niet om. Het verschil is wel erg groot van de tegenwoordige tijd. Daar hebben vader Jacob en zijn echtgenote, een van de bekende figuren uit Gaanderen in die jaren. En daar hebben u de oude Doris Staring, de schilder van Gaanderen, de man vol humor, moeder Pelgrim, moeder van Gert en Hein. Daar heb u de thans bewoonde woning door dokter Van Breukelen. Daar heb je Jan Visser als de boer Ploegvoort. We gaan er maar eens even bij staan, Jan. Zo. En dan heb je Jan Pelgrim en Jan van Aken en Jan Janssen. Daar heb je vader Smink. Jan Boesveld, de oude keeper van VVG in de jaren. Vader de Lindert. Allemaal verwoede hengelaars. Goed zo. Even een groet. Daar heb u Lussing van het toenmalige café Lussing. En Bertus Dix. Jan Janssen, de melkboer, nog met zijn bakfiets toen de tijd. En dan krijgen we de modelslagerij van Jan Lutters. In het hoekje ziet u de eerste automatiek in Gaanderen, waar de eerste gehaktballen gekocht werden. Het varken hing nog aan de haak in de winkel, zo dat toen de tijd was. Jan doet me een stukje zo van het mes. Met de centen. En mijn moeder Lutters. Zo. Nieuwbouw in Gaanderen. Daar heb je mevrouw Velkamp, van Bernard Velkamp, de kleermaker. Daar heb je café Waarbroek in die jaren. Station Gaanderen heette dat toen. En daar heb je Willem Waarbroek nog in zijn tuintje aan het wieden. In Arnold en Bertha. Ja.
En daar ziet u dus het tremmeke dat altijd langs de Rijksweg liep. En gaat dan transieren. Dan zijn we nu aan. Hier ziet u, dames en heren, de schoenenzaak van de heer Jan Rutten. De goed lopende schoenenzaak. Ziet u wel, grote letters, Rutten. Dan ziet u Paul van der Werg, die zich even een paar nieuwe schoenen heeft gehaald. Karel Leusing. En daar heeft uw vader Jan zelf met zijn onafscheidelijke sigaar. Ja, moeder, kom er eens even bij. Ja. Ja, we komen op de film. Ook Henny Waalbroek nog. Hein de Rabeling met zijn vrouw. Ons zingt de gemeentepolitie. En hier komen we bij de keet van de vliegclub van Gaanderen. Waar u vele bekende figuren terugziet. Daar ziet u Jan Bleekman, Bart Bleekman, Joop Huls, Louise Stevering. Elke zondag kunt u ze bezig zien. En meerdere dagen. Kijk eens aan. Dat is Joop Huls. En Bart Bleekman. Echte mooie werkstukken maken ze. Bij de winkel van Toon Janssen, A&O. Ja. En daar heb je mevrouw Janssen Pelgrim, nog eens achter de toonbank. Levensmiddelbedrijf Janssen Pelgrim. Later werd het A&O. Daar heb je onze ruitenclub. Teuntje Berendsen. Vele bekende jonge boeren toen de tijd. In die jaren altijd, veelal met de kermissen, de attractie op zondagmiddag. Ja, nu zijn we in het Wilde Westen, zo te zien. Altijd nog een geliefde sport van velen. Tegenwoordig kennen we onze ponyclub. Daar heb je Herman Ketelaar op de hullen.
met zijn drielingen. Een van de jongste spruitjes. Daar heb je alle drielingen op een rijtje. Dit is de firma Hendriksen aan de Hoofdstraat. Je ziet het loodgietersbedrijf. Daar komt u Martin tegen. Daar ziet u Martin nog eens werken. Kijk eens aan, Martin is zijn eerste echtgenote. Hier ziet u het interieur van de winkel van Martin Hendriksen. Hier ziet u het interieur van de winkel van Martin Hendriksen. De techniek is wel verder gevorderd nu, maar u ziet het nog wel, de oude wasketels en wastijlen. Daar ziet u nog een oude Miller wasmachine. Daar ziet u Martin nog eens weer een keertje, dan moest hij toch werken toen. Tegenwoordig kegelt hij beter. Daar heb je dus de vuilniswagen van de gemeente Doetinchem. Tegenwoordig wel wat anders met de vuilniszakken. Die wasstijl is ook niet de best meer zo te zien. Daar heb je de gymnastiekvereniging Sint Paulus op het schoolplein achter de Martineschool. Onder leiding van Bertus Leuvering. Wederom vele bekende gezichten. Daar hebt u Bertus Leuvering, actief toen in de gymnastiek. Dit is dus de gymnastiekvereniging Sint Paulus, die in latere jaren samenging met de gymnastiekvereniging Beatrix. En nu heten de Tempora's. Juffrouw Stevering, ziet u daar?